Dames en heren, hartelijk welkom bij het NK-webinar over de Omgevingswet. Een wet die echt heel ingrijpend is en ook genoemd is het grootste juridische evenement eigenlijk in de Nederlandse wetgevende geschiedenis. Want er is geen grotere wetgevende actie geweest dan deze introductie van de Omgevingswet. We zitten hier, u ziet dat achter mij bij Carlisle Construction Materials in Kampen. Daar heeft vandaag de beleidsgroep Environment Health Safety van de NK haar vergadering gehad. En daar is ook gesproken over de Omgevingswet. En het is een plezier om vanaf deze locatie u te kunnen introduceren. Cornelis Jorna van Haskoning DHV. En Cornelis zal ons een exposé geven over de impact van de Omgevingswet en met name ook ingaan op hoe u als ondernemer daar mee om kunt gaan. Cornelis, ik geef graag het woord aan jou. Dankjewel, Erik. Ik moest even mijn mute uitzetten. We zitten hier in dezelfde ruimte. Ik ga ook even mijn beeld met u delen. Ik heb geen toegang, Erik, om te delen. Ja. Goedemiddag. Als het goed is, heeft u nu de presentatie in beeld. Mijn naam is Cornelis Jorna. Ik werk als milieuadviseur bij Royal Haskoning DHV. En ik ga u in, nou, ik denk dat ik ongeveer 40, 45 minuten voor mijn presentatie nodig heb. Bijpraten over wat is nou de Omgevingswet en wat betekent dat voor leden van de NRK. U ziet al een mooi plaatje in beeld, wat begint bij 2013 en eindigt bij 2029. Nou, dat geeft al aan wat Erik net in de introductie ook al aangaf, dat dit ontzettend grote wijziging in het hele stelsel van alle wetgeving die eigenlijk met de omgeving te maken heeft. Dus dan gaat het zowel over bouw, als over water, als over milieu, als over vergunningen, natuur. Nou, eigenlijk alles wordt op de schop gegooid. En mijn verhaal vandaag zal er eigenlijk op gericht zijn om u door de belangrijkste zaken heen te praten. En aan de ene kant is dat van er verandert heel veel. Aan de andere kant blijft ook heel veel hetzelfde. Maar er zijn wel een aantal punten waar u ook als bedrijf, waarbij het toch verstandig is om daar even goed op te letten. En daar zal ik op ingaan. Mocht u heel dringende vragen hebben, volgens mij zit er een chatfunctie in Zoom. Dus zet ze op de chat. En ik zal niet van de afloop daar even naar kijken. Volgens mij komt dat helemaal goed zo. Een korte introductie van mijzelf. Ik ben ooit in 2007 na mijn milieukundestudie in Wageningen begonnen bij DHV. Eigenlijk altijd milieuadvies gegeven voor zowel het MKB als voor de industrie. Ik heb een paar omzwervingen gemaakt bij Tau en bij Oost.nl. En ik ben sinds vorig jaar weer opnieuw in dienst bij Haskoning DHV. En grotendeels ben ik nu bezig met vergunningen. En ik ben vanuit Haskoning DHV veel bezig op de markt. Dus vandaar dat ik u ook deze presentatie vandaag ga geven. U kent ons ongetwijfeld, Royal Haskoning DHV. Wij zijn een van de grotere onafhankelijke advies- en ingenieursbureaus in Nederland en ook wereldwijd. Eigenlijk alles wat op het gebied van omgeving, energie, infralandelijk gebied zit, daar adviseren we wel op. We doen dat zowel voor bedrijfsleven als voor de overheid. Nou, dat zal ik vandaag ook wel een aantal keer terug laten komen in de presentatie. Want ik heb zowel veel collega's die de overheid adviseren over hoe die omgevingswet nou ingevoerd moet gaan worden. Collega-juristen van mij die schrijven mee aan de wet. Collega's van mij die bij de overheidstak zitten die adviseren zowel het ministerie, maar ook gemeenten van wat ze nou moeten. En zelf zit ik binnen een tak van het bedrijf die vooral voor de industrie werkt. En wij doen dat met, ik denk, ongeveer 150 mensen eigenlijk breed op alle milieu,
veiligheid en energiegerichte gerelateerde onderwerpen. Dus wij we adviseren eigenlijk de volledige industrie in Nederland. En we doen dat met een hele hoop collega's. En we doen dat al 135 jaar en wereldwijd met ruim 6000 collega's. Maar dat even een korte introductie van Royal Haskoning DHV. We zijn dus ook al een hele tijd bezig met de omgevingswet. Al vanaf 2013, 2014 zijn de collega's van mij daarmee mee bezig. En we zijn ook al regelmatig voor het bedrijfsleven bezig geweest de afgelopen jaren. En er zijn bedrijven die al vrij ver voor de invoering ons vragen hebben gesteld van, goh, wat gaat er nou op ons afkomen? We zijn bezig met onze vergunningdienstverlening aan te passen op het hele digitale stelsel wat er in de omgevingswet komt. We zijn daar al een hele tijd in bezig, ondanks dat het nog steeds een hele tijd wel duurt voordat de omgevingswet er daadwerkelijk is. Maar daar kom ik zo wel even verder op terug. Heel kort samengevat, wat ik u vandaag ga vertellen, is ik ga in misschien een minuut of 15 een korte introductie geven over de omgevingswet. Het is zo'n enorm groot stelsel dat het onmogelijk is om alles te vertellen in een korte tijd. Maar ik pik die dingen eruit waarvan ik denk dat ze voor u van belang zijn. En in het tweede deel van mijn presentatie vertaal ik dat naar van, wat voor impact heeft dat nou voor bedrijven in de rubber- en kunststofindustrie. En ik sluit af met een checklist die ik gemaakt heb en die denk ik samen met de presentatie ook nagestuurd zal worden met van, wat zijn nou concreet even de dingen die u kunt doen richting de invoer van de omgevingswet om te zorgen dat er geen onverwachte dingen op uw pad komen en dat als er nog zaken in zitten waarbij het handig is om toch alvast even wat dingen goed te regelen, dan heeft u die in een overzichtelijke checklist inzichtelijk. Dus dat is eigenlijk het routekaartje voor vandaag. Ik begin met van, wat is nou de omgevingswet? En laten we maar eens beginnen met van, waarom heeft de overheid bedacht dat we omgevingswet nodig hebben? Daar zitten een aantal redenen achter. En dat ik zal regelmatig in mijn presentaties allerlei van dit soort plaatjes laten zien. Dat doen ze tegenwoordig heel mooi. En dat laat heel goed zien wat de reden is van de invoer van de omgevingswet. Men was van mening dat het hele stelsel van wetgeving op gebied van milieu, ruimtelijke ordening, bouw heel erg ingewikkeld was geworden. Nou, dat klopt, denk ik. Dat is, het hangt aan elkaar van allerlei wetten en regels. Die verwijzen weer naar elkaar. Het is een hele hoop uitzoekwerk om te kijken van wat is nou precies voor mij van toepassing. Dus een van de doelen is om alle wetten bij elkaar te gooien in één grote koepelwet. En dat is dan omgevingswet. Is dus om het inzichtelijker te maken, hè, wat ze zeggen, van een wirwar aan regels naar een inzichtelijk en voorspelbaar stelsel dat eenvoudig is in het gebruik. Nou, of dat zo is, daar kom ik straks nog wel even op terug. Het tweede doel van de overheid is van, we willen de kwaliteit van de leefomgeving centraal stellen. En dus die moet goed zijn. En wat we willen is, daar willen we zowel bedrijven op een goede manier een plekje geven, maar we willen ook mens en milieu dat op een goede manier laten doen. Dus een goede leefomgeving. Nummer 3, dat is ook eentje waar ik vandaag veel aandacht aan ga besteden, is dat er bedacht is dat het goed is dat er ruimte komt voor maatwerk. En concreet betekent dat gemeenten veel meer te zeggen krijgen onder de omgevingswet. Dat is een, dat noemen ze ruimte voor decentrale overheden. Dat gaat nogal de nodige invloed hebben. En dat is ook een van de punten waar ik u vandaag op wil attenderen. En de laatste gedachte is dat het sneller en beter zal gaan. Het stuk leefomgeving centraal, ik stipte het net al even aan, dat is denk ik ook voor de NRK een belangrijk onderwerp. Ik heb hier even een aantal projecten die op het gebied van recyclaat, op het gebied van zwerfafval, de innovatiespin, dat zijn natuurlijk allemaal projecten vanuit de NRK die er uiteindelijk op gericht zijn. Hoe kunnen we nou op een goede manier bedrijven en een omgeving naast elkaar laten plaatsvinden, hè? Zowel economische belangen als het belang van het milieu en de gezondheid in lijn laten zijn met elkaar. En dat is uiteindelijk ook een van de belangrijke doelstellingen die achter de hele omgevingswet zit. Een van de belangrijke dingen is dat ze dus het hele stelsel eenvoudiger willen maken. En concreet betekent dat er 26 wetten, 60 algemene regelingen en 75 ministeriële regelingen
bij elkaar worden gegooid in één omgevingswet met 4 algemene maatregelen van bestuur en 1 omgevingsregeling. Dus een hele hoop verschillende wetten en regels worden bij elkaar gegooid in veel minder verschillende wetten en regels. En dan is even de vraag van ja, zorgt dat er nou voor dat het in de praktijk makkelijker en beter gaat worden? En ja, ik zeg het maar even heel plat. Maar ga er maar vanuit dat dat niet op die manier, denk ik, uit gaat komen. En ik heb daar een aantal redenen voor. Ik gaf het aan, ik zit inmiddels een jaar of 12, 13 in het werkveld. En bij elke grote verandering die ik heb gezien, de introductie van de WABO als laatste en met het hele vergunningenstelsel, zat erachter dat het eenvoudiger moest worden en dat het duidelijker moest worden. En mijn ervaring is dat het vooral uiteindelijk gaat hoe er in de praktijk een gemeente of omgevingsdienst kijkt naar de inhoud van de regels en hoe er daarna wordt gekeken, dat dat veel belangrijker is dan hoe uiteindelijk het stelsel eruit ziet. Hè. We zien dat in onze advisering ook op het gebied van vergunningen. Wat je nu aan informatie moet aanleveren om een nieuwe milieuvergunning te krijgen, is gewoon ontzettend veel meer en veel gedetailleerder dan wat dat 10 jaar geleden was. En daar zit niet een verwijziging in het stelsel achter, maar dat is gewoon ja, hoe wil en kan een bevoegd gezag nog een vergunning geven, bepaalt veel meer hoe er naar de regels wordt gekeken, of het nou daadwerkelijk heel veel eenvoudiger wordt. En de tweede reden waarom ik denk dat het niet zozeer makkelijker gaat worden de komende tijd, is dat als je even loskijkt van alleen de wetgeving, dan zie je denk ik dat de hele botsing tussen de belangen van milieu en bedrijfszaken steeds meer op scherp komt. Kijk maar eens naar een aantal actuele discussies die we afgelopen jaar hebben gehad op het gebied van PAS en stikstof, op het gebied van PFAS met zeer zorgwekkende stoffen, klimaat, energie en de rechtszaak tegen de staat, de regionale energiestrategieën die worden ingevoerd. Tot de coronacrisis, toen zei ik vaak van ja, ik had niet voor kunnen stellen dat mijn werkveld ongeveer de helft van het NOS-journaal vult. Nou, dat is inmiddels niet meer zo, maar dat geeft denk ik nog steeds wel aan. En dat het, het belang van het milieu toch langzamerhand wat naar voren komt. En dat dit toch wat vaker botst. En het eigenlijk aan ons allen is om daar een goede toekomst in te vinden. Maar ik denk wel dat dat ervoor gaat zorgen dat dat niet per se heel veel eenvoudiger gaat worden. Het betekent wel dat het van belang blijft voor u als bedrijf om ook te zorgen dat u goed voorbereid bent op wat er gaat komen. En dat u weet hoe het zit, omdat u er toch niet altijd vanuit kunt gaan dat degene die aan de andere kant bezig is om een vergunning te verlenen of een overheid die met handhaving komt, het altijd 100% ook helemaal scherp heeft. Dus dat pleit ervoor om goed voorbereid te zijn en te weten wat er aan de hand is. En de centrale boodschap, er verandert veel met de omgevingswet, maar er blijft ook heel veel hetzelfde. En misschien nog een voorbeeldje van wat er politiek speelt, maar ook bijvoorbeeld op het gebied van PFAS en zeer zorgwekkende stoffen. We kennen allemaal denk ik de situatie van GenX bij Chemours, zowel een ZZS als een PFAS. In 2016 stond dat nog in de wetgeving nog gewoon op de lijst als een gevaarlijke stof, waar je uiteraard op een goede manier mee om moet gaan, maar dat is enorm in het nieuws gekomen. In 2018 is die als potentieel ZZS aangewezen. En in 2019 is het een ZZS-stof geworden, waardoor er ineens ontzettend veel maatregelen genomen moeten worden. En dit soort ontwikkelingen, waarbij precies dezelfde stof eigenlijk in een paar jaar tijd in een heel ander kaartenbakje terechtkomt, wat ook het nodige betekent voor het bedrijf. Dit soort ontwikkelingen, die spelen nog steeds. En ik denk dat die heel bepalend ook kunnen zijn in wat u als bedrijf op u af kunt krijgen, waarbij er denk ik geen discussie is dat je op een goede manier en met dit soort stoffen moet omgaan. Dat het uiteraard goed is om vervangers te hebben. Maar goed, de discussie over ja, wat heb je nodig aan stoffen en hoe zit dat in de regelgeving, hoe kan het op een verantwoorde manier, die is denk ik gebaat om dat vanuit de inhoud te doen. En er komt vaak ook een hele hoop beeldvorming omheen. Maar dit even als voorbeeld van hoe snel iets soms kan lopen en wat voor invloed dat kan hebben op wat u zeg maar ook als bedrijf op u af kunt krijgen. Ik liet dit plaatje net op mijn eerste sheet ook al even zien. Wat ik even wil aangeven is hoe de invoering van de omgevingswet eruit ziet. En in 2013 zijn ze er vanuit de overheid mee begonnen.
En in 2029 moeten eigenlijk de allerlaatste stappen gezet zijn. Waarbij nou, in het midden van deze brug, dit plaatje is nog van voor het uitstel van de Omgevingswet, 2021 de invoeringsdatum stond. Nou, die is een jaar verschoven. U heeft het waarschijnlijk wel meegekregen. Het bericht dat, nou ja, dat de inwerkingtreding van 2021 toch niet haalbaar bleek. Als je ziet wat daar aan redenen werd gegeven. En er werd gezegd, ja, aan de ene kant, we zitten nu met een coronacrisis, hè, waardoor het lastig is om dit te gaan doen. De andere reden die daarbij werd aangehaald is het hele digitale stelsel wat straks onder de wet komt, is nog niet klaar. Nou, ik denk dat wat dat betreft de corona in die zin goed uitkwam. Want wij zagen toch al een tijdje dat het ontzettend lastig zou worden om alles goed geregeld te krijgen op 1 januari 2021. Dus er is uitstel van de Omgevingswet aangekondigd, in eerste instantie met 1 jaar. Dus de invoeringsdatum staat nu op 1 januari 2022. En ja, dit is dan een stappenplannetje wat ik van de website van de overheid heb gehaald. Dus dit is gericht op gemeenten, van dat ze zich ook klaar moeten maken voor de Omgevingswet. Ja, of die datum daadwerkelijk gehaald gaat worden, is voor een deel nog koffiedik kijken. Ik zou op dit moment zeggen, ik denk het wel. Maar goed, we weten niet wat er nog gaat gebeuren. Politiek gezien is het misschien wel lastig om dat nog een keer uit te stellen, want dat is al een paar keer gebeurd. Aan de andere kant komt er ook weer, ik had het met Erik over in de voorbereiding, een nieuw kabinet aan, dus je weet nooit wat daar gaat gebeuren. Maar ik denk dat het verstandig is om ervan uit te gaan dat het in principe deze datum wel zal worden voor de invoering van de Omgevingswet. Dat betekent dat we nu nog ja, ruim een jaar en een paar maanden voor dat moment zullen zitten. Nou, een van de redenen die dus werd gegeven van waarom er uitstel is, en ik denk dat dit echt wel de echte reden is dat er onder die hele Omgevingswet, en ik zal er straks nog wat meer van laten zien, een heel digitaal stelsel moet gaan komen. Nou, dat wordt in het plaatje dan mooi op deze manier aangegeven. Links ziet u de situatie nu. Hè, een mannetje die allerlei digitale loketten ziet en geen idee heeft waar die moet zijn. Naar meer de rechterkant van ja, één algemeen digitaal loket waar je alles kunt regelen. Hè, waar je dus het omgevingsplan, de opvolg van het bestemmingsplan kunt raadplegen. Waar je vergunningen doet. Waar je meldingen, die nu activiteitenbesluit zijn, en straks voor onder het bal vallen kunt gaan doen. Dit is echt een behoorlijk ambitieuze digitaliseringsambitie. Digitaliseringsprojecten bij de overheid, daar hebben we natuurlijk al het nodige in meegemaakt. Dus ik ben heel benieuwd of dit komend jaar wel af is. En als je dan even kijkt wat ze daar allemaal in het digitaal stelsel in willen gieten, dan is dat onder andere de hele omgeving van het omgevingsloket online. Ik weet nog goed dat dit werd ingevoerd. Daar zat ook een harde deadline. En wat we eigenlijk zagen toen bij de invoering van het omgevingsloket online, is dat het, toen het ongeveer 80% af was, was het budget op. En toen is het toch live gezet. En de eerste paar jaar was dat gewoon echt een lastige tool om mee te werken. Inmiddels werkt het denk ik een stuk beter. Maar deze tool, die moet dus opgaan in dat digitale stelsel. De activiteitenbesluit internetmodule, waar u meldingen kunt, de milieumeldingen kunt doen. Hier moet opgaan in het digitale stelsel. En ook de hele website van ruimtelijkeplannen.nl, die een aantal jaar geleden is ingevoerd, waar u het bestemmingsplan kunt raadplegen. Eigenlijk al die drie tools en eventueel nog andere ICT-voorzieningen die ervoor nodig zijn, die moeten bij elkaar worden gebracht. En het ideale plaatje wat de overheid eigenlijk voor ogen heeft, is, en dat is echt wel een mooi perspectief, denk ik, is gewoon één digitale portal waarbij je in een interactieve kaart kunt klikken en direct zowel de informatie krijgt die er in het bestemmingsplan of straks het omgevingsplan zit, maar waarbij je ook kunt zien hoe het zit met de vergunningen. Alles in één module. En als dat goed werkt, is dat een heel mooie ambitie, denk ik. Maar het is nogal een operatie om dat te gaan doen. Dus ik zet er een vraagteken bij of dat op 1 januari 2022 allemaal helemaal goed geregeld zal zijn. Wat daar ook bij speelt, is dat dit iets is wat niet alleen de landelijke overheid moet doen. Maar alle gemeenten en provincies moeten, die moeten hun stekkertje klaarmaken om in te takken op die landelijke portals.
En dus die moeten ook hun plannen digitaal beschikbaar maken. Dus er ligt zowel een uitdaging bij de landelijke overheid als bij alle gemeenten. En wat ik ook bij mijn collega's zie die voor de gemeente werken. Er zijn toch wel veel gemeenten die het allemaal tot op het laatste moment laten aankomen. We zullen zien hoe dat volgend jaar uit gaat pakken. Misschien goed om even wat aan te geven van hoe dat stelsel van die omgevingswet er nou uit gaat zien. Ik zal dit niet helemaal in detail behandelen, maar ze hebben het in een mooi plaatje van een huis of van een gebouw neergezet. En aan de onderkant ziet u de groene fundering, dat hele digitale stelsel, en die alles dus mogelijk moet maken. En in het midden van dit plaatje ziet u eigenlijk wat dan het gebouw of de fabriek zelf is. Hè. En in de basis is daar de omgevingswet. En boven die omgevingswet zitten een aantal algemene maatregelen van bestuur. Daar ga ik straks wat verder op in, want die zijn van belang. En daarboven hangt een omgevingsregeling. En wat u links en rechts op het plaatje ziet, is eigenlijk de manier waarop de overheid afgelopen jaren bezig is geweest om dit hele stelsel in elkaar te zetten. Want daar zit nogal wat juridisch werk in. En aan de linkerkant is allerlei wetgeving die erop gericht is om te zorgen dat alles wat in bestaande wetgeving op een goede manier in de bestaande wetgeving staat, op een goede manier overgaat in de omgevingswet. Met al het overgangsrecht wat daarbij hoort. Echt gewoon juridisch helemaal dicht timmeren dat er niks tussen wal en schip valt. En aan de rechterkant, daar, ik weet niet of je het helemaal kunt lezen, maar daar ziet u aanvullingswet, natuur en bodem, geluid, grondeigendom. Dat zijn een aantal specifieke thema's die voorheen nog in allerlei losse wetgeving zaten. En die worden langzamerhand stapsgewijs zijn die afgelopen jaren in dat hele stelsel gegoten. En inmiddels zijn we zover dat het eigenlijk inhoudelijk gezien voor een heel groot deel in elkaar zit. Juridisch dan in ieder geval. En dit is ongeveer hoe het juridisch dan eruit ziet. En in het midden ziet u in het cirkeltje het besluit activiteit leefomgeving staan. Dat is de opvolger van wat nu het activiteitenbesluit is. Dus die is van belang voor u als bedrijf. U ziet het besluit bouwwerken leefomgeving. Dat is de opvolger van het bouwbesluit. Dus die is van belang in relatie tot bouwvergunningen. En u ziet het besluit kwaliteit leefomgeving. En dat is eigenlijk een landelijk besluit waarin eigenlijk alle regels en normen staan waaraan getoetst wordt als u een vergunning of een melding doet. Dus eigenlijk in dit hele stelsel zijn dit toch wel de drie besluiten die voor u van belang zijn. En dat zijn nog steeds behoorlijk grote documenten. Het activiteitenbesluit was al slecht leesbaar met 500-600 pagina's tekst. Nou, besluit activiteit leefomgeving bijvoorbeeld is nog ontzettend veel groter. Hè? Dus het klinkt heel mooi om alles in één stukje wetgeving te stoppen. Maar je ziet dat dit soort regelingen alleen al soms duizenden pagina's tekst bevatten. En dan is het ontzettend lastig als je daar niet dagelijks mee bezig bent om te kijken, ja, wat is er nou voor mij van toepassing. Maar dit is eigenlijk hoe het stelsel er straks uit gaat zien. En ik pak er even een aantal dingen uit. En dat is dan van welke instrumenten noemen ze dat aan de overheidskant, zitten er nou in dat stelsel. En dit zijn een aantal wat concretere zaken waar een aantal ervan ook voor u van belang zijn. En nummer 1 is de omgevingsvisie. Dus dat is eigenlijk de opvolger van wat nu in gemeentelijke visies en provinciale visies zitten. Dat is eigenlijk vanuit de gemeente en de provincie en ook landelijk en ook vanuit de waterschappen van waar willen we naartoe? Met onze omgeving. Dus dat is hoog over. Maar dan wordt wel gezegd van bijvoorbeeld dit gebied, hè, moet op lange termijn die en die functie krijgen. Dat is voor u ook van belang. Een andere die ik er graag even uit wil lichten is nummer 3. Die decentrale regels. De gemeente die krijgt straks het omgevingsplan, het opvolgen van het bestemmingsplan. Waar veel meer in geregeld gaat worden als wat er nu in het bestemmingsplan staat. Dat is voor u van belang. En nummer 4, die algemene rijksregels. Hè, dat is bijvoorbeeld dat besluit activiteit en leefomgeving als opvolger van het activiteitenbesluit. En nummer 5, dat is de omgevingsvergunning, die we eigenlijk nu op deze manier al redelijk kennen onder de WABO. Daar veranderen een aantal zaken in de procedure. Maar goed, op zich kennen we de omgevingsvergunning al. Als je dan even een aantal van die dingen zegt van wat is er nieuw
En wat is er oud? Of oud is dan eigenlijk, wat is er nu? En dan zie je dat, wat ik aangaf, die omgevingsvisie is de opvolger van wat nu milieubeleidsplannen, structuurvisies zijn. En wat ik vooral even uit wil lichten is, we kennen nu het bestemmingsplan. Hè, dat is op gemeentelijk niveau, staan daar de regels in die vooral gericht zijn op de ruimtelijke ordening. Nou, met de invoer van de omgevingswet verdwijnt het bestemmingsplan en wordt het bestemmingsplan een omgevingsplan. Nou, dat is niet alleen een naamswijziging, want dat omgevingsplan dat wordt veel breder dan het bestemmingsplan. En er komen ook een aantal milieuonderwerpen, die worden straks in dat omgevingsplan geregeld. En dat zijn vooral een aantal onderwerpen die nu in landelijke algemene regels staan. En dit is wel iets wat van belang is voor bedrijven. Want dit betekent dat elke gemeente daar toch voor een deel zijn eigen afweging in kan maken. En dat het dus toch ook voor een deel aan de lokale politiek is van ja, welke kant wil je op. Ik weet eerlijk gezegd niet of dat nou altijd per se een verbetering is. Ik denk dat er ook veel voor te zeggen is om gewoon landelijk een gelijk speelveld te hebben. Maar dit is een van de belangrijke veranderingen. We hadden nu dus die algemene rijksregels, bouwbesluit, activiteitsbesluit. En er zijn nog een hele hoop meer. Daar komen dus die drie voor in terecht. Dat besluit activiteiten leefomgeving, het besluit bouwwerken leefomgeving en besluit kwaliteit leefomgeving in de omgevingswet. En de omgevingsvergunning onder de WABO wordt straks een omgevingsvergunning onder de omgevingswet. Wat verder nog verandert, en dat is aan de ene kant een juridische verandering, maar ook wel eentje die de nodige impact gaat hebben. Als bedrijf werd je nu in de milieuwetgeving altijd gezien als inrichting. En de inrichting was gewoon de afbakening over het algemeen van je hele bedrijf. Als je een vergunning aanvraagt, dan moet je daar een tekening bij inleveren. En daar stond over het algemeen gewoon het hele bedrijf in. Nou, het begrip inrichting verdwijnt. En dat wordt vervangen door het begrip milieubelastende activiteit. Dat heeft eigenlijk vooral mee te maken dat alle Europese milieuwetgeving het altijd over activiteiten heeft. En dat hele begrip inrichting, dat was puur Nederlands. En dat wilden ze gelijk trekken. Een heel aantal van de wijzigingen die er toch zijn door de omgevingswet hebben hiermee te maken. Want het is straks niet meer automatisch zo dat uw hele bedrijf de inrichting is. Het besluit activiteiten leefomgeving, die heeft een hele lijst van milieubelastende activiteiten. En voor sommige bedrijven zal betekenen dat alles daar wel onder valt. En voor sommigen zal betekenen dat het maar een deel het geval is. Vooral voor bedrijven met een specifieke milieuvergunning is dit van belang. Maar dit is een wijziging die eronder zit en die straks een aantal van andere concrete dingen die ik laat zien verklaren. Dit was even mijn korte introductie van wat is de omgevingswet. Ik heb er een aantal dingen uitgelicht. Als ik doorga, wat betekent dit nou voor rubber- en kunststofbedrijven? Dan zijn er eigenlijk op hoofdlijnen drie dingen waarvan ik zeg van het is verstandig om daar even op te letten. En dat is dat omgevingsvisie en daaronder dat omgevingsplan. En die opvolger van het bestemmingsplan, want dat gaat gewoon echt impact hebben. De bedrijven die een specifieke milieuvergunning hebben, en ik denk dat dat niet het grootste deel van de leden van de NRK zijn, maar ze zitten er wel tussen. Is het toch wel goed om even te kijken wat er allemaal verandert, vooral in de procedure van de milieuvergunning. En of het nou verstandig is om, als er toch nog wijzigingen zijn, nog een procedure op te starten voordat de omgevingswet er is, of dat niet te gaan doen. En het laatste onderwerp is toch een aantal zaken in die algemene regels die veranderen. Ik begin bij het omgevingsplan. Dus die opvolger van het bestemmingsplan. En ik gaf net al aan dat men bedacht heeft om dat bestemmingsplan dus te verbreden met een aantal milieuonderwerpen. Daar bestuurlijke afwegingsruimte in te bieden voor decentrale overheden. Dat betekent dat dit is voor alle bedrijven relevant. En het betekent dat in het algemeen de gemeente voor een aantal milieuonderwerpen regels gaat stellen in het omgevingsplan. En dat hebben ze in een mooi plaatje van een mengpaneel neergezet. Wat u in het plaatje ziet is dat er schuifjes zijn die je als gemeente omhoog of naar beneden kunt zetten.
zetten. En omhoog of naar beneden betekent dat dan minder streng of strenger. En of dat dan groen of rood is, dat is een beetje afhankelijk van of je dat vanuit het perspectief van het milieu bekijkt of vanuit het perspectief van bedrijven. Sommige onderwerpen mogen gemeenten alleen strenger maken dan het landelijke norm die erachter hangt. En sommige onderwerpen mogen ze ook minder streng of strenger maken. En ik kan ze wel even langslopen. Bij lucht ziet u dat die alleen richting groen kan. Nou, dat betekent in dit geval dat het de normen strenger mogen, maar niet minder streng. Dat heeft er mee te maken dat we ook met Europese wetgeving te maken hebben die allerlei regels stelt voor de luchtkwaliteit. Maar als gemeente heb je dus wel de mogelijkheid om te zeggen van ja, maar ik vind dat ik in een gemeente ben waar de natuur ook belangrijk is en het milieu ook belangrijk is. Hè, dus ik kies ervoor om in mijn omgevingsplan toch een aantal normen op het gebied van lucht op te nemen die strenger zijn dan wat we als landelijk gemiddelde hebben. Nou, voor externe veiligheid geldt ongeveer hetzelfde. Dan mag het ook ietsje ruimer op bepaalde plekken, maar mag het ook strenger. Je ziet op het gebied van geluid, en op zich is dat ook weer logisch, dat is echt een lokaal onderwerp. Daar heeft de gemeente gewoon meer ruimte om te zeggen voor bijvoorbeeld bepaalde terreinen. Van, ja, ik wil hier wel wat meer geluidsruimte bieden en op andere plekken wat minder. Dat geldt ook voor trillingen, voor geur geldt dat. En dat geldt ook voor bodemregelgeving. En wat er dus gaat gebeuren is dat elke gemeente die gaat straks zijn omgevingsplan vaststellen. En kan daar dus een aantal keuzes in gaan maken. En als ik dan weer even terugga naar het plaatje van die invoering van die omgevingswet. De gemeente die krijgt, op 1 januari 2022 worden alle bestemmingsplannen worden automatisch omgevingsplan gemaakt. En dat is een van die dingen die ik aangaf die geborgd zijn met die invoeringsregelingen, is dat automatisch gaat op 1 januari 2022. Daar hoef je als gemeente niks voor te doen. Maar wat die gemeenten vervolgens wel moeten gaan doen, is in de komende jaren, en ze mogen daar tot 2029 de tijd voor nemen, dat bestemmingsplan, wat dan wel in het begin al omgevingsplan heet, om te bouwen naar een echt omgevingsplan, waar ze dus ook de regels opnemen van al die milieuthema's die ik net liet zien. Wat we zien is dat de ene gemeente gaat hier direct mee aan de slag en de andere gemeente laat dat rustig een aantal jaren voortkabbelen. En die denkt van ja, het hoeft allemaal nog niet. Dat hangt er ook vanaf wie er toevallig net bestuurder is in een gemeente. Sommige gemeenten die pakken de hele onderwerp van de omgevingswet op, waarmee de wethouder ook graag naar buiten toe treedt, dat ze de eerste zijn. Dus die gaan echt voortvarend van start. Voor andere gemeenten is het gewoon nog helemaal geen onderwerp. Ik weet nog dat ik, denk ik ongeveer een jaar geleden, een eerste versie van deze presentatie in de werkgroep Arbeid en Milieu gaf vorig jaar. En ik had toen eens even uitgezocht van nou, hoe de gemeenten van de bedrijven die in de werkgroep zaten, hoe die stonden met de omgevingsvisie en de invoer van het omgevingsplan. En toen was dit ongeveer het lijstje. Nou, ik heb het van de week nog even bekeken voor onder andere voor Carlisle hier in Kampen. Daar is eigenlijk afgelopen jaar niks gebeurd. Hè? Dus ik denk dat ze in Kamp ook hebben gedacht van nou, het is nog een jaar uitgesteld. Dus op dit moment is het nog steeds van nou, omgevingsvisie en omgevingsplan is in voorbereiding. Maar wat je een ander voorbeeld bij de gemeente Etten-Leur ziet. Hè, en ik heb even een screenshot gemaakt van de website van de gemeente Etten-Leur. Dat heb ik eergisteren gedaan. En hier zie je al dat ze echt actief zijn met het invoeren van die omgevingsvisie. En daarna ook dat omgevingsplan. En dus je kunt hier al zien dat ze afgelopen jaar echt bezig zijn geweest. Dat er allerlei bijeenkomsten zijn geweest. En dat er dus ook al momenten zijn geweest waarop je als belanghebbende, en dat kan ook als bedrijf zijn, aan kon geven van wat je van die conceptversies vond. Nou is zo'n visie vaak nog niet zo heel erg concreet. Hè? Dus ik kan me voorstellen dat u als bedrijf soms denkt van nou, daar kan ik nog niet zo gek veel mee. Toch is het wel goed om wel in die fase even in de gaten te houden wat er gebeurt. En ik heb een voorbeeld uit Deventer, wat ik toevallig zelf goed ken omdat ik daar woon. Maar daar zijn ze vrij voortvarend met de omgevingsvisie. En hier hebben ze een plaatje. En wat ze hier bijvoorbeeld doen is, ze hebben het gebied Poort van Deventer. Nou, dat is het industriegebied als je vanaf de A1 Deventer binnenkomt. Daar hebben ze aan de linkerkant een aantal
ambities vastgesteld. En nou, daar ziet u onder andere dat waardevast ondernemen een van de ambities is van het industriegebied. En dan zie je aan de rechterkant van het plaatje, in het rode bulletje, er staan allerlei pijltjes. Hè, dat zijn ontwikkelingsrichtingen van die functies. Dat is eigenlijk van ja, waar willen we naartoe met dat industrieterrein. En wat je hier ziet is dat nou, de categorie bedrijven is een pijltje omhoog wat gevuld is. Dus dat is op zich wel prioriteit nummer 1. Maar de gemeente heeft toch de ambitie om dit industrieterrein, en dit is ook het industrieterrein waar Axo zit, met hun fabriek, met hun peroxideopslag. Dus dat is ook wel een gebied waar ontzettend veel gevaarlijke stoffen aanwezig zijn, waar echt wel risico's zijn. Maar de gemeente hier, die heeft hier echt de ambitie om toch ook iets met een innovatiecentrum te gaan doen. Ze willen ook dat er mensen vanuit het Saxion op het terrein gaan komen. Dus je ziet niet alleen het pijltje bij bedrijven, maar je ziet allerlei andere functies die de gemeente ook op dat industriegebied wil hebben. En vroeg of laat, en dat gaat dan in het omgevingsplan, hè, want dit is uit de omgevingsvisie die boven het omgevingsplan hangt, als dit naar een omgevingsplan gaat, ja, dan moet dat concreet gemaakt worden. En dan kom je uit bij dat mengpaneel van ja, wat betekent dat nou voor hoeveel ruimte ik wil geven aan luchtkwaliteit, hoeveel ruimte ik wil geven aan geluid. En ja, dan ga je hier toch, denk ik, botsingen krijgen tussen belangen. Hè? Want als je het hebt over een grote veiligheidscontour vanwege gevaarlijke stoffen, dan matcht dat niet zo goed met een innovatiecentrum op hetzelfde plek waar elke dag 100 studenten, zeg maar, die niet weten hoe ze op dat soort terreinen moeten rondlopen, terechtkomen. Dus dit is een voorbeeld van, ondanks dat zo'n visie vaak nog redelijk op hoofdlijn is, dat het toch wel verstandig is om eens te kijken wat er op uw bedrijfterrein, ja, hoe ver de gemeente is en welke richting ze op willen. En wat daarbij ook nog speelt, is dat, dat is nog een verandering ook in de omgevingswet, is dat het hele stuk van de milieucategorieën en de milieuzonering ook verdwijnt. Hè? Waar we tot nu toe in de bestemmingsplan vaak ja, in elke bestemming zeggen van ja, bedrijf, milieucategorie, zoveel en zoveel is toegestaan, hè, met de vaste afstanden. En dus dat geeft eigenlijk het plaatje linksboven weer, hè, als er ergens in de buurt een woning is of een school. En dan staat er gewoon in het bestemmingsplan, ja, binnen 10 meter mag dit er niet zitten, binnen 30 meter mag alleen bedrijven categorie 2 en verderop ook categorie 3 en verder. En u ziet het tabelletje, nou de bedrijven uit de NRK zijn denk ik over het algemeen categorie 3 of categorie 4 bedrijven. Nou, dat hele verhaal van de milieucategorie is ooit bedacht als indicatief, maar is in veel bestemmingsplannen toch wel letterlijk overal overgenomen. En is denk ik, de kritiek was een beetje van, het is weinig flexibel. Dat klopt misschien wel, maar dat geeft wel ontzettend veel duidelijkheid over wat er wel en niet mag en welke afstanden er gelden. Dit gaat dus verdwijnen. Daarvoor in de plek komt een, wat ze noemen, de staalkaart omgevingsplan. Nou, die is door collega's van mij opgesteld, dus we hebben er wel weer het nodige werk aan gehad. Maar die staalkaart is meer een advies naar gemeenten van hoe ze straks zeg maar die milieuzaken kunnen regelen in het omgevingsplan. Dus wat hier gaat gebeuren is dat we eigenlijk, denk ik, best een mooi systeem hadden van gewoon vaste afstanden waarbij iedereen wist waar je aan toe was. Dit wordt nog weer veel meer in elke omgevingsvisie, op elk omgevingsplan gaat dit straks toch weer op een andere manier terecht komen. Dus samengevat denk ik dat het goed is om daar alert op te zijn als bedrijf. Het tweede onderwerp waar ik u even wil meenemen, ik zal er niet al te gek lang bij stilstaan, want ik besef dat een aardig deel van de bedrijven misschien geen milieuvergunning heeft. Maar als je een specifieke milieuvergunning nodig hebt, dan gaan er een aantal zaken veranderen in de procedure. U heeft nu nog de mogelijkheid, als er toch dingen aangepast moeten worden, om te kijken of u uw vergunning nog aan wilt passen voor de invoer van de omgevingswet. Want elke vergunningaanvraag die ingediend wordt voordat de wet daadwerkelijk in werking is getreden, die wordt nog afgewikkeld volgens het huidige recht. Dus ik heb een tabel opgenomen. Die is misschien vooral ook even om rustig terug te kijken achteraf. Maar een aantal dingen die gaan veranderen in de vergunning van de milieuprocedure. Een aantal zijn financieel. Op dit moment is er een verbod voor overheden om leges te heffen op milieuvergunningen. Nou, dat verbod verdwijnt. Ik denk dat je donder kunt zeggen dat gemeenten dus, of omgevingsdiensten dat gaan doen. Dus dat er straks ook weer betaald moet worden voor een milieuvergunning. Bij activiteiten waar grote ongevallen plaats kunnen vinden, komt er een soort
financiële zekerheid worden ingebouwd. En dit is eigenlijk ingebouwd naar aanleiding van incidenten zoals bijvoorbeeld bij Chemiepak. Hè. Dan is er een hele hoop schade en achteraf bleek dat daar niemand anders dan de overheid verantwoordelijk voor is gehouden. Overheden gaan straks in de procedure van de milieuvergunning waarschijnlijk iets inbouwen, waardoor ze toch een financiële zekerheid bij het bedrijf neer gaan leggen. Een ander onderwerp wat steeds meer naar voren komt, is participatie. Hè? Dat als je straks na de invoer van de omgevingswet een vergunning aanvraagt op het gebied van milieu doet, dan moet je aangeven van ja, hoe heb ik in de voorbereiding mijn omgeving betrokken bij mijn plannen. Er veranderen een aantal dingen op het gebied van de regels en de manier waarop gerekend wordt op het gebied van lucht, geluid en veiligheid. Er veranderen een aantal dingen in de procedures. En eentje die misschien nog wel goed is om even aan te stippen, dat is de onderste op deze pagina, is onbekendheid en beperkte capaciteit van de overheden. Want ook de overheden moeten vanaf 1 januari 2022 dus met een heel nieuw wetstelsel werken. Die zullen daar toch in het begin echt wel de nodige moeite mee hebben om dat op een goede manier te doen. Dus wij verwachten toch wel dat er veel vertraging gaat plaatsvinden in het afhandelen van milieuvergunningen. Mocht je nou net een vergunning nodig hebben om een uitbreiding mogelijk te maken en daarvan afhankelijk te zijn, is dat toch wel erg vervelend. En wij denken dat dit gaat gebeuren, ook vanwege wat we in het verleden hebben gezien. De WABO, waar nu de omgevingsvergunning onder valt, is op 1 oktober 2010... in werking getreden. En wat we zagen is dat de laatste dag ervoor bekend staat als de dag dat het hoogste aantal vergunningaanvragen is ingediend. Maar wat we ook zagen is dat die 2 weken daarna, en toen was ook het OLO, het omgevingspakket online, dat er ook een hele hoop aanvragen kort na die datum zijn ingediend. Dus wat je ziet is dat zo'n datum een beetje een soort van magneetwerking heeft. Dus alle partijen die denken van ja, ik wil toch nog voor die datum alvast wat doen, die trekken het naar voren. En een aantal partijen die zeggen, ik wacht even tot na invoering, die wachten tot het moment direct erna. Wij zelf verwachten dat december 2021 de maand gaat worden met de meeste aanvragen ooit. En dat er daardoor echt wel veel vertraging gaat optreden. Het voordeel van het feit dat de omgevingswet met een jaar is uitgesteld, is dat we dit eigenlijk al hebben ervaren afgelopen jaar. En in de afweging van ga ik nou voor of na de omgevingswet mijn vergunning aanvraag indienen, zagen wij afgelopen jaar, totdat het bekend werd dat het werd uitgesteld, heel veel bedrijven ervoor kiezen om toch voor de zekerheid het voor de invoer van de omgevingswet te doen. En als ik dan een beetje na ga vragen van ja, wat is nou de reden? We hebben zo'n heel lijstje, heb ik net laten zien. Bottom line komt het er vaak op neer dat partijen toch zeggen van ja, weet je, we weten niet wat we hebben. En we voor gezag weten hoe ze ermee om moeten gaan. En het wordt straks toch kijken wat er dan gaat gebeuren. En als je daar een beetje met een soort risicobril naar kijkt, laten we toch voor de zekerheid het maar vooraf doen. Maar goed, we verwachten, we zien dat veel overheden nu al overbelast zijn met de hoeveelheid vergunningen die ze moeten afhandelen. En dan gaat het niet alleen om milieuvergunningen, maar bijvoorbeeld ook natuurvergunningen vanwege de stikstofcrisis. Dus ik denk dat er een enorme vertraging rondom deze periode gaat komen. En dus dat is vooral als je veranderingen hebt waar een deadline achter zit, wees op tijd, is denk ik het advies. Het derde onderwerp, dat zijn die veranderingen in die algemene regels. Ik gaf het al aan, hè, dat bouwbesluit, dat gaat over het besluit bouwwerken leefomgeving. Daar kom ik straks nog even iets verder terug wat daar de belangrijkste veranderingen in zijn. En het activiteitenbesluit wordt omgezet naar het besluit activiteiten leefomgeving. In algemene zin, dat is ook wat de minister continu zegt bij de invoer van de omgevingswet, is het niet de bedoeling om zaken strenger of minder streng te maken of echt dingen te veranderen. Maar je ziet toch, en dat heeft ook mee te maken, omdat de invoer ontzettend lang duurt, dat er langzamerhand toch allerlei kleine detailveranderingen in die regels wel plaatsvinden. Dus het is lastig voor mij nu zo om voor elk bedrijf aan te geven van ja, gaat er voor jou nou iets veranderen? Ik denk toch dat het wel goed is om te kijken van goh, die regels die straks in het bal zitten, ja, wijken die voor mijn bedrijf nou af voor wat er nu in het activiteitenbesluit
zit. Hè? Want op details kan het toch nu strenger zijn dan straks, of straks strenger zijn dan nu. Er zijn toch ook een aantal onderwerpen, ik heb er een voorbeeld uitgehaald, is het de opslag van een chemicaliëntank. Nou, daar heb je nu een vergunning voor nodig. Dat is straks niet meer het geval, die valt straks onder de algemene regels. En zo zitten er her en der allerlei toch kleine veranderingen waar afgelopen jaren van is bedacht van, ja, we gaan het toch even links of rechts om doen. En die zijn niet allemaal mee ingevoerd in de laatste wijziging van het activiteitenbesluit, maar die komen er wel in één keer bij op het moment dat het besluit activiteit de leefomgeving gaat in werking gaat. Dus er zitten, in algemene zin komt het overeen, en dat zal voor 90-95% zo zijn, maar er zitten details in die voor uw bedrijf soms dan toevallig wel net van belang kunnen zijn, die wel veranderen. Om die impact daarvan echt in kaart te hebben, zul je toch echt specifiek voor je bedrijf moeten bekijken. Ja, wat zijn al mijn activiteiten die ik doe op het bedrijf? Ik heb een opslag, ik heb een proces, ik heb een sport, noem het allemaal maar op. En wat zijn de regels nu? Wat zijn de regels straks? En zit daar een verschil in? En als ik dat een beetje vertaal naar een praktisch advies, dat zou ik dit vooral doen als als u met onderwerp te maken heeft waarvan u nu ook al weet en dat de knelpunten zitten. Ik heb zat voorbeelden van bedrijven waar bijvoorbeeld geluid echt een knelpunt is, omdat toevallig de uitrit waar de vrachtwagens moeten draaien, aan de andere kant ook nog een woning stond van vroeger en die mensen klagen. Nou, als je dat soort situaties hebt, of met geur, met klachten bijvoorbeeld, of andere zaken, dan is het zeker wel goed om even te kijken van, ja, wat zit er nou aan veranderingen in die algemene regels. Maar ook van wat gaat mijn gemeente op een gegeven moment in het omgevingsplan daarvan zeggen. Dit waren nog vooral een beetje de veranderingen vanuit de regelgeving. Als ik eens nadenk, dat doe ik even generiek voor uw branche, dus het zal niet alle situaties tackelen. Van, nou, wat zijn nou belangrijke thema's voor rubber- en kunststofbedrijven? Dan denk ik dat in ieder geval geluid een onderwerp is wat vaak speelt. Binnen geluid zijn er ook nog weer wat veranderingen. De definitie van een geluidgevoelig object, zoals ze dat noemen. Dus dat is bijvoorbeeld een woning of een verzorgingstehuis. Die verandert weer. Dus er zijn ook alweer weer kleine detailveranderingen die meestal geen invloed hebben, maar in sommige specifieke situaties wel het geval kunnen zijn. In dit geval bijvoorbeeld geldt dat er nu ook een woonboot onder valt en in het verleden niet. Nou, als je toevallig een bedrijf hebt die naast het water zit en met woonboot, ja, dan speelt dat voor jou toevallig wel. Meestal zal dat niet het geval zijn. Maar dat soort kleine veranderingen zitten overal tussendoor. Wat verder nog speelt bij geluid is dat het overgaat van het activiteitenbesluit naar dat gemeentelijk omgevingsplan. En er komt een verandering in de manier van rekenen binnen geluid. Waar tot nog toe altijd werd gerekend met hoeveelheid geluid die je maximaal 12 keer per jaar maakt, gaan we straks naar een soort van gemiddelde hoeveelheid geluid. En op basis van het gemiddelde wordt berekend hoeveel geluid je maakt en hoeveel geluid je mag maken. En ja, dit zijn typisch van die veranderingen. Voor het ene bedrijf pakt het positief uit, voor het andere bedrijf pakt dat minder positief uit. Maar dat zijn dingen die veranderen. En als je dus knel zit met geluid, of je zit op een industrieterrein waar een geluidszone is en die vol zit, ja, dat zijn echt wel momenten om even goed te kijken wat daar voor jouw bedrijf gaat gebeuren. Een ander onderwerp wat denk ik van belang is voor jullie is het onderwerp geur. En dat zal misschien voor een deel van de bedrijven zijn. Maar ook daarvoor geldt dus dat van die landelijke normen naar dat gemeentelijk omgevingsplan gaat. Als je het hebt over geur, dan heb je het ook over geurgevoelige objecten. Ook die definitie die verandert weer op allerlei details. En de gemeente kan daar een aantal keuzes in maken. En de gemeente krijgt ook een klein beetje de ruimte om op sommige plekken aan te geven van, ja, wanneer bepaalde normen nou wel of niet gelden. Andere thema's die ik even uit wil lichten is afval. Wellicht ook voor een deel van de recyclers van belang. Ook dit gaat naar het omgevingsplan. Hier zijn er een aantal dingen die veranderen in wanneer je nou vergunningplichtig bent of niet. Ik heb een link opgenomen naar een tabel in de presentatie, want er zit ontzettend veel achter. Maar als je met afval of reststromen te maken hebt, en zeker
als je ze inneemt, dan is het wel goed om hier even naar te kijken. Een ander onderwerp waarvan ik me voor zou kunnen stellen dat het speelt, is veiligheid. En nu hebben we externe veiligheid, dat heet straks omgevingsveiligheid. Dus zeker als je veel gevaarlijke stoffen hebt. Op dit moment wordt er nog heel veel gerekend en straks gaat dat naar aandachtsgebieden. Je ziet dat op het plaatje en je komt er rondom elk bedrijf een aandachtsgebied voor brand. En dat is eigenlijk het binnenste cirkeltje voor explosiegevaar en voor gifwolken. En nou ja, dit is ook een grote verandering. En ik weet dat ik vorig jaar bij gesprek was bij Tata, niet in uw sector, maar die dame zei, als ik dit plaatje ga trekken, dan gaat onze kantoor ongeveer over heel Nederland heen. Om aan te geven dat dat ook, zeker als je veel met gevaarlijke stoffen te maken hebt, echt wel kan veranderen. En wat ze ook willen, en dat is ook nog wel een ding wat van belang is, denk ik, is dat u ziet dat het in een plaatje komt. Wat de overheid daarmee wil doen, is het ook steeds meer visueel inzichtelijk maken voor, ja, ook voor de burgers. Op zich is dat denk ik heel goed. Het heeft misschien wel een keerzijde dat als je als argeloze burger ineens jouw huisje binnen zo'n cirkeltje ziet liggen. Ja, wat gaan mensen daarmee doen? Hè? Omgaan met risico's is iets wat best ingewikkeld is. En zeker ook omdat dit soort onderwerpen naar de gemeentelijke politiek gaan. Ja, wat gaat er gebeuren als mensen zeggen van ja, hey, gemeenteraad, je moet zorgen dat ik niet meer binnen dit soort contouren kom te vallen. Dus er gaat ook die slag dat het visueel inzichtelijker gaat worden, kan ook mogelijk effecten hebben dat mensen die eerder daar toch nog helemaal niet mee bezig waren, omdat ze niet zo goed snapten hoe het rekenen van een risico werkt, nu ineens dingen zien die ze misschien niet zo heel goed kunnen interpreteren, maar waar ze zich wel zorgen over gaan maken. En op het gebied van bouwvergunning, dat is eigenlijk de belangrijkste verandering, denk ik, is de knip die er wordt gezet. Op dit moment is een bouwvergunning eigenlijk één ding. En straks splitsen ze dat in een technisch deel. Hè, waar nou ja, bijvoorbeeld constructieberekeningen en andere technische zaken in vallen. Nou, als je een aanvraag voor een bouwvergunning voor het technische deel doet, die wordt getoetst aan het besluit bouwwerken leefomgeving. Hè. Dus daar staan gewoon de regels in waaraan getoetst moet gaan worden. Maar meer het ruimtelijke deel van de bouwvergunning. Hè, van hoe hoog mag het zijn, hoe mag het eruit zien, welstand. Dat soort zaken, ja, dat wordt straks getoetst aan het omgevingsplan. Ik besef dat het een hele hoop informatie is, maar als ik alles nog even helemaal kort mag samenvatten, dan denk ik dat de overheid is dus bezig met die grootste wetswijziging sinds de invoering van de grondwet. Dat klopt, hè, dus er verandert ook veel, maar veel blijft ook hetzelfde. Het lastige is wel eens dat, het zit hem altijd in de details. En dat kan net voor jouw bedrijf kunnen dingen die voor 99% van de bedrijven niet uitmaken, wel impact hebben. En ik denk dat het van belang is om in ieder geval goed voorbereid te zijn om een beetje in de gaten te houden wat er binnen uw gemeente gebeurt. Hoe zit het met je omgevingsvisie en het omgevingsplan? En vooral van, nou, is het belang van ons als bedrijf daarin gedekt? Nou, dat betekent dat u dat helemaal niet altijd zelf hoeft te doen. Hè. Dat kan ook bijvoorbeeld heel goed via een lokale bedrijvenvereniging. Dat lijkt me heel logisch om die daar een rol in te geven en dat die gewoon betrokken wordt in dat soort overleggen. Maar in sommige situaties is het goed om dat zelf goed in de gaten te houden. En vooral als je al een aantal van die lastige knelpunten hebt, hè, bijvoorbeeld op het gebied van geluid of van geur, dan is het goed om daar echt naar te kijken. Weet dus dat er dus een aantal zaken vooral in de milieuvergunning en de bouwvergunning. En dat er dus toch wel de nodige details veranderen in die algemene regelingen. Ik heb ook nog even nagedacht over van hoe je dit nou concreet zou kunnen doen. En dan ga ik even naar een ander schermpje. En dat is samengevat in een soort, om even iets groter te zetten. Een checklist. Even kijken of dit zo goed kan klikken. Van wat, als u deze dingen nou eens zou plaatsen in de komende jaren en 3-4 maand, denk ik dat het dus goed is om, en dan zit ik hier, als je een specifieke milieuvergunning hebt, toch al wel komende maanden eens na te denken van, hey, gaan er nog dingen gebeuren binnen mijn bedrijf die gaan veranderen en betekent dat voor mijn milieuvergunning? Zo ja, wil ik dat dan nog voor de omgevingswet doen of wil ik het juist daaroverheen tillen?
Kijk dan bijvoorbeeld naar die veranderingen die ik in die op slide 27 in de PowerPoint heb staan. Maar dat heeft ook te maken met wat er in uw huidige milieuvergunning staat. En uiteraard met wat de plannen zijn voor de toekomst. Voor de tweede, voor alle bedrijven, kijk dan goed naar dat omgevingsvisie en omgevingsplan. Als u dat wil doen, eigenlijk werkt dat heel simpel. Als u in Google omgevingsvisie en uw gemeentenaam typt, dan komt u vaak al snel op de pagina terecht waar u snel zicht krijgt op wat uw gemeente aan het doen is. Ik gaf het al aan, uw lokale belangenvereniging kan daar ongetwijfeld ook een rol in spelen. En een hele praktische vaak is om gewoon met de gemeente te bellen en te vragen naar de projectleider omgevingsvisie of omgevingsplan of omgevingswet. En gewoon eens te zeggen van, joh, weet je, wat zijn jullie allemaal aan het doen? En onze ervaring is dat ook aan de kant van de gemeente is dat die het vaak best wel prettig vinden als bedrijven dat gaan doen. Hè? Want als gemeente, ook op die gemeente komt ontzettend veel af. Die zijn ontzettend soms ook aan het worstelen om zo'n omgevingsplan op te stellen. Want voor hun is het ook een grote verandering. En zij vinden het soms toch lastig om te weten wat er nou voor bedrijven van belang is. En daarnaast, wat er bij de gemeente ook nog speelt, is er moet ook iets met de energietransitie. Hè? Dus er moet misschien wel iets met de warpnet gebeuren. Nou, die hebben ook ontzettend veel zaken op hun bordje. Dat vaak als een bedrijf even belt en ze aangeeft van, joh, voor ons is dit en dit van belangrijk, dat heel vaak toch wel gewoon heel positief wordt ontvangen vanuit de gemeente. En vaak leidt het ook wel praktisch dat als u de projectleider kent, dat die ook gewoon wel één op één informeert over zaken. Van denk van, hey, dit gaan we doen, wat vind jij ervan? En zo krijg je een beetje een voeling met wat er in uw gemeente gebeurt. Ik gaf het ook al aan, hè, als je toch milieuknelpunten hebt, goed om daar naar te kijken van wat voor die zaken betekent wat er in de omgevingswet gaat gebeuren. En ik heb een paar hele concrete zaken neergezet van wanneer dat wellicht handig zou zijn. En kan het even langslopen op gebied van geluid. Ja, hè, als er al klachten zijn, hè, of als je een proces hebt of transport hebt waar gewoon veel geluid vrijkomt. Als je op een geïsoleerd terrein zit. Hè, of als er toch een woning of een ander gevoelig object dichtbij zit. Dan is het zeker wel goed om even te kijken wat er verandert. Bij geur geldt eigenlijk ongeveer hetzelfde. Hè. Als u een proces heeft dat veel geur uitstoot heeft, of als er klachten zijn, kijk daar even naar. Op het gebied van afval is denk ik toch het belangrijkste van, ja, neemt u afval in, hè, of reststromen. En bij veiligheid gaat het vooral ook van, ja, zijn er veel gevaarlijke stoffen, hè, die in PGS-opslagen of op andere manier in een proces zitten, dan kan dat ook de nodige impact hebben. En als u van plan bent om of met de milieuvergunning of bijvoorbeeld nog een bouwvergunning aan te vragen, hou er rekening mee dat het hoe dichter we naar die omgevingswet toe gaan, hoe drukker het zal worden en dat wellicht niet alle termijnen gehaald zullen worden. Nou, bij een bouwvergunning, op dit moment is dat nog niet zo'n heel groot probleem, hè, want als die langer loopt dan de procedure, dan is die van rechtswegen verleend. Bij een milieuvergunning of andere ruimtelijke vergunning is dat niet het geval. En dan is het toch wel vervelend als je zit te wachten op een vergunning, omdat het vroeger zag geen capaciteit heeft en die je eigenlijk wel nodig hebt. Dus die checklist die zullen we denk ik meesturen. Dit was in ieder geval mijn verhaal. Dus hartelijk dank voor uw aandacht. Ik wou u nog even wijzen, wij hebben een maandelijkse nieuwsbrief voor onze klanten, waarin we eigenlijk allerlei updates op het gebied van milieuveiligheid en energie versturen. U bent van harte welkom om u daarvoor aan te melden. De link zit in deze presentatie. Dat was het verhaal. Ik weet niet of er vragen zijn vanuit uw kant. Ik heb net afgesproken dat als er vragen in de zaal komen, dat ik ze even vertaal en even richting u zal aangeven voordat ik hem beantwoord. Cornelis, hartelijk dank. De meest complexe wet, en dat in een uur. Meneer Dijkgraaf, oud-voorzitter van de Nederlandse Wetenschappelijke Academie, die deed dat op televisie ook wel. En jij deed dat in deze webinar. Hartstikke goed, dankjewel. Graag aan alle deelnemers in de webinar gelegenheid om vragen te stellen. Dat kan in de chat, want die hebben we openstaan, dus die lezen we. En als er een vraag is die je gewoon persoonlijk wil stellen, dan is het handig om eventjes
de mute weg te halen. Maar ook is het dan wel leuk om even te zien welk gezicht er bij de stem hoort. Dus dan zou ik zeggen, maak ook even de camera actief. Wie heeft er de eerste vraag? Die is nog even onderweg. Of misschien komt hij helemaal niet. Misschien is het goed om vanuit de NRK nog even één ding aan te stippen. En dat is de vraag welke bedrijven nou eigenlijk vergunningplichtig zijn. En welke op dit ogenblik onder het activiteitenbesluit vallen. Daar hebben we in de jaren 2000 tot 2010 eigenlijk hard aan gewerkt. En in verschillende stappen zijn eigenlijk alle bedrijven binnen de rubber- en kunststofindustrie op twee uitzonderingen na onder het activiteitenbesluit terechtgekomen. En die twee uitzonderingen, dat zijn de schuimende bedrijven. Dus dat zijn bedrijven die polyurethaan expanderen of EPS produceren. En dat is de andere categorie, en dat zijn bedrijven met gevaarlijke processen die zeg maar onder specifieke wetgeving vallen, zoals de BRZO-wetgeving. Dat zijn de twee categorieën van bedrijven die onder de vergunningplicht vallen. En eigenlijk alle andere bedrijven, dus ook de recyclebedrijven, vallen inmiddels onder het activiteitenbesluit. Ik kijk nog even naar de chat. En daar komt, blijft de vraag is, blijft een verleende bouwvergunning geldig als er nog niet gebouwd is? Cornelis, ik dacht ja. Maar jij kan er wel eens. Volgens mij geldt dat, ik moet even uit mijn hoofd, een jaar of drie dat die sowieso geldig blijft. En voor zover ik weet verandert dit niet door de invoer van de omgevingswet. Alleen je, op een gegeven moment zul je wel moeten bouwen. Dus ik dacht dat de standaardtermijn nu 3 jaar is. En ja, je gaat op een gegeven moment wel misschien een vraag krijgen of je daadwerkelijk gaat bouwen. Hoewel ik niet zoveel situaties ken waarbij een vergunning echt actief is ingetrokken door de overheid. Als het wat langer duurt, is het wel verstandig om zelf gewoon even met de gemeente contact op te nemen en aan te geven van goh, en we hebben die bouwvergunning sowieso aangevraagd en het loopt nu even zo. Maar op zich, op een gegeven moment kan juridisch gezien op een gegeven moment de vergunning ingetrokken gaan worden, maar dat zal niet zo snel gebeuren. Maar is het zo dat er eigenlijk bij een vergunning ook een geldigheidsperiode is bij de vergunning? Ons rijbewijs heeft een geldigheid van 10 jaar. En dan is het weggevallen. Een vergunning heeft eigenlijk ook een tijdelijkheid. En dat betekent dus dat als je in die periode actie neemt, dan geldt de vergunning. Laat je die periode voorbij lopen. Dan moet je eigenlijk in overleg om te komen tot een verlenging. Ja. Vanuit de milieuvergunning zit er geen vaste termijnen op. Maar goed, het is wel zo dat de vergunning verleend wordt voor activiteiten die je uitvoert. Hè. Dus op het moment dat je dat niet gaat doen, ja, dan komt vroeg of laat de hand en zegt toch, ja, je hebt vergunning voor iets wat je niet gaat doen. Hè. Dus dan gaat dat wel spelen. Bij die bouwvergunning, ik dacht dat het 3 jaar was. Ik zit niet helemaal, ik wil het nog wel even nazoeken, maar dat is wel een termijn. Akkoord. Dankjewel. Tijd voor de volgende vraag. Ja, dan komt die vraag uit de zaal. Ja, het geluid dat je dit gaat van, zeg maar, het gaat naar de omgevingsplan van de gemeente. Maar hoe zit dat dan? Want je gaat met aan een checklist, je moet gaan kijken van wat gaat met geluid gebeuren. Maar de gemeente heeft nog geen omgevingsplan, dus hoe kun je dan nagaan wat er dan gaat veranderen op dat gebied? Ja, het is een beetje onhandig dat het een echo komt. De vraag is van de gemeente heeft nu nog geen omgevingsplan. Dus wat betekent dat dan qua geluid? Ik denk dat het op dit moment altijd al helemaal concreet 100% duidelijk is. Wat wel, dat als er een omgevingsvisie in ontwikkeling is, dan kun je in de omgevingsvisie wel zien welke kant gaat het op met wat voor activiteiten daartoe gaan worden. En in combinatie met of je
nu op een gezoneerd industrieterrein zit en geluid wel al of niet en de tafel wel op is, ja of nee, dat geeft wel een indicatie van is het iets wat in de toekomst mogelijk knellend gaat worden. En dus vooral situaties waar nu geluid gezoneerd is en eigenlijk de geen ruimte meer is, ja, dan dat zal omgezet worden naar met andere rekenregels en dan kan het anders uitpakken. Waardoor er juist iets meer ruimte is of juist iets minder. En dat is lastig om daar een bij de antwoord op te geven, omdat wat ik aangaf dat die rekenregels zijn, dat is nu geluid is 13 dagen per jaar. En wat ze zeggen, de 12 dagen, dat je het meest geluid maakt, die hoef je niet mee te rekenen. En het is per bedrijf wel verschillend wat voor invloed dat heeft. Sommige bedrijven, ja, die hebben 5 keer per jaar iets wat heel veel geluid maakt, dat hoef je niet mee te rekenen. Dat zit straks wel in de gemiddelde. Dus het is lastig om daar ook weer één op één antwoord op te geven. Maar goed, ja, dan is het vraag van als het knelt is, dan... Als jij hem uit hebt, dan hoort de webinar je niet meer. Ja. Cornelis, nog even een vraag aansluitend eraan. Ik heb ook wel gehoord van bedrijven die eigenlijk onder hun eigen geluidslimiet zitten. En dan als er een tekort is aan geluid, dan zeg maar, wordt je geluidsruimte afgenomen om dat aan een ander toe te delen. Dat is nu al zo, heb ik begrepen. Maar dat is natuurlijk ook een risico dat straks bij de omgevingswet speelt. Ja, voor zover ik weet verandert dat niet. En dus het is, het lastige is, want je ziet dat bijvoorbeeld ook bij het hele stikstofdossier. Als bedrijf wil je vaak de ruimte hebben, dat als het een keer wat drukker is, dat je wat meer kunt doen. Je ziet het ook bij stikstof, dat op het moment dat het schaar is, dan probeert de overheid dat ook uit te krijgen. En ik kan me voorstellen dat bij geluid soms ook gebeurt, dat als er ergens een geluidsverrein is en waarbij de taart op is, om het zo maar te zeggen, en er een nieuwe partij nog wat wil, dat de gemeente dan gaat kijken van waar zit nog ruimte in het geluid. Dus dat, ja, Cornelis, dat is ook een vraag die hier nu wordt gesteld via de chat. Namelijk, als het omgevingsplan eigenlijk minder ruimte biedt dan nu vergund is, wat gebeurt er dan? En dan is natuurlijk de vraag er voorafgaand eigenlijk. Heb je opgelet of er minder ruimte in het omgevingsplan werd toegekend? Ja. Ik denk dat wat er dan juridisch gezien gebeurt, ik durf dat niet helemaal te voorspellen. Want aan de ene kant heb je rechten zeg maar, op basis van wat je nu doet, hè? En ruimte. Maar wat er gebeurt vanuit de gemeente, ze gaan eerst het omgevingsvisie opstellen, daarna het omgevingsplan. En dat stukje participatie wat ik aangaf wat voor vergunningen geldt, die verplichting geldt ook voor gemeente. Hè? Dus die omgevingsvisie die wordt gepubliceerd, en dat is het moment om daar als bedrijf op in te schieten, zeg maar. En het is eigenlijk net nu als er nu een bestemmingsplan naast jou iets wordt gebouwd waar je later last van blijkt te hebben. Ja, dan had je eigenlijk in de procedure je belang moeten inbrengen. En hoe het dan juridisch helemaal zit, als het eenmaal is en jouw echt vergunde rechten aantast, dat wordt denk ik voer voor advocaten, zou ik bijna zeggen. Maar het is verstandig om eerder in het proces in de gaten te hebben dat gaat gebeuren. En dan kun je in gesprek met de gemeente kijken wat daar nodig is. Akkoord, dankjewel. Dus dat betekent, let op je zaken en zorg dat je inderdaad die proceduregang binnen de gemeente een beetje in beeld hebt, zodat je weet wanneer je eigenlijk moet optreden. Een concrete vraag is of het maatwerkvoorschrift geluid vanuit het activiteitenbesluit ook meegaat naar de nieuwe omgevingswet. Ja, als je een maatwerkvoorschrift geluid in je vergunning hebt zitten, dat blijft gewoon wat het is. Dus die gaat mee. Je vergunning wordt ook van rechtswege omgezet naar een vergunning onder de omgevingswet. En als daar een maatwerkvoorschrift geluid in zit, dan blijft dat daarin zitten op dezelfde. Dus het is niet dat nu ineens gaat veranderen. Ja. De volgende vraag is, als gemeentes diverse emissies zelfs scherper of ruimer kunnen stellen, krijg je dan geen concurrentie? Antwoord geef ik eigenlijk maar meteen vanuit de NRK ook. Kijk, we hebben vanuit de NRK eigenlijk juist met het activiteitenbesluit heel erg gepleit voor gelijke monniken, gelijke kappen,
Oftewel, een bedrijf in Appelscha had dezelfde rechten en plichten als een bedrijf in Apeldoorn. Door maatwerk kunnen er natuurlijk verbijzonderingen zijn, gegeven de precieze situatie. Als je in een waterwingebied gevestigd bent, zul je rond water en grondwater natuurlijk andere eisen hebben. Maar wat je nu dus ziet, is ook dat gemeentes, zeg maar, het milieu- of duurzaamheidsprofiel van hun gemeente zelf kunnen mede bepalen op een aantal variabelen. En dat betekent dus dat bedrijven in gemeente A of in gemeente B iets andere eisen op zich gelegd kunnen krijgen. Of rechten. Cornelis? Ja, dat klopt. En ik denk dat wij nog aan het twijfelen zijn of dit nou tot heel veel betere regelgeving gaat bereiden. Want het wordt ook in de gemeentelijke politiek gezogen. Dus neem eens het voorbeeld van wat ik bij mijn presentatie had over Genoer met GenX. Als dat soort discussies in de gemeenteraad komen en een politieke partij of een bestuurder zegt van, ja, we willen hier toch geen giftige stoffen in de gemeente. En als dat soort dingen vertaald worden naar de omgevingsplan, nou, ik ben wel benieuwd hoe dat gaat uitpakken. Dus gaat in concurrentie komen, er gaan keuzes gemaakt worden. En het landelijk gelijke speelveld, dat zal dus wat gaan veranderen. En of dat altijd goed is, daar kun je wellicht je vragen bij stellen, denk ik. Goed. Ik heb op dit ogenblik geen vragen meer in de chat. Oh, ja, er komt er meteen natuurlijk weer in binnen. Heel goed. Komt er een vervanging voor de AIM-module? Dat is een heel terechte vraag. En ook een vraag waar wij, ook al zijn de KLs eigenlijk zorgen over maken. Wij hebben afgelopen bijna 10 jaar heel actief meegewerkt als NRK aan het verbeteren van de AIM. Want de AIM-module is nu zodanig ontwikkeld dat eigenlijk een bedrijf door het maken van het eigen profiel precies weet aan welke milieueisen moet worden voldaan. En ook kan vaststellen of er wel of niet meldingen gedaan moeten worden. En wij hechten er dus zeer aan, niet alleen de NRK, maar dat geldt voor heel veel sectoren in de industrie, dat er een goede opvolging komt van de AIM. En die moet dus in die DSO, dat digitaal stelselomgevingswet, terechtkomen. Alleen, er wordt aan gewerkt, maar daar is de voortgang nog niet zo groot. En een belangrijk probleem erbij is dat daar dus die DSO op activiteiten en niet op inrichtingenniveau wordt opgebouwd. En dat betekent eigenlijk dat het de hele structuur ook overhoop gaat. En dat het voor een bedrijf straks, om in dat DSO de weg te vinden, een hele nieuwe ervaring wordt. Maar het betekent ook dat wij vanuit verschillende branches, eigenlijk vanuit VNO-NCW, MKB Nederland, met IMW in overleg zijn om te kijken of dat DSO inderdaad een beetje aan de eisen van bedrijven voldoet en gebruiksvriendelijk is. Dus het moet technisch hanteerbaar zijn, maar je moet het ook als gebruiker kunnen snappen. We hebben daar een aantal bijeenkomsten gehad, waar zowel leden als vanuit het bureau NRK hebben deelgenomen. Maar de voortgang is nog erg bescheiden. Ik hoop eigenlijk dat Cornelis daar nog iets meer vanuit het algemeen over kan zeggen. Misschien ook vanuit de ervaring die collega's die bij IMW adviseren daarover hebben. Ja. Helaas niet zo heel veel. Dat is wel jammer. Want wat er tot de uitstel van de omgevingswet een klein half jaar geleden nu, toen werd er elke 3 maanden werd er een informatiebijeenkomst ook voor collega's van mij georganiseerd. Waarin het ministerie aangaf Hoe lopen we met het digitale stelsel. Partijen die daar mee ondersteunen dat vertalen naar wat de gemeente allemaal moet doen. Met die bijeenkomsten zijn ze gestopt, dus onze informatievoorziening is daar ook wat minder geworden. Wat ik weet is dat gaf Erik net ook al aan, het is een uitdaging om het helemaal om te bouwen.
En dat er hard aan wordt gewerkt. Maar of het daadwerkelijk op tijd en op een goede manier klaar zal zijn, daar is twijfel over. Maar dat, ik kan helaas niet zoveel inside information toevoegen. Dankjewel. Ik kan er wel aan toevoegen dat in ieder geval vanuit de NRK en samen ook met andere branches in de maakindustrie we natuurlijk er zeer aan hechten dat als de omgevingswet ook feitelijk wordt ingevoerd, dat er dan een DSO is dat ook een goede applicatie heeft voor bedrijven om daar gebruik van te maken en te kunnen zien aan welke wettelijke eisen ze dan vanuit de omgevingswet moeten voldoen. En als dat, ja, als die voorziening er niet is, dan zullen wij daar ernstig bezwaar tegen maken. En dat is denk ik ook een van de punten die nog steeds een beetje de vraagtekens omtrent de invoering per 1 januari 2022 kenmerkt. Dames en heren, kijk ook even naar de tijd. Het is 2:15 geweest. Het is mooi om een webinar ook niet al te lang te laten duren. En ik zou willen vragen of er nog behoefte is aan een laatste vraag. En anders dan denk ik dat we het webinar kunnen afsluiten. Nou, ik zie geen vraag binnenkomen. Dan is het denk ik nu het moment om de webinar af te sluiten. Ik wil allereerst Cornelis Jorna van harte danken voor zijn bijdrage en ook de informatie die hij ons heeft gegeven en ook met name de call to action die erin zit. Let alsjeblieft op je eigen zaak. En aan de deelnemers in de webinar, ik zou zeggen hartelijk dank. Fijn dat u er vandaag was. Wij zullen u via uw aanmelding ook de PowerPoint en de checklist toesturen. En verder is het zo dat we deze webinar hebben opgenomen. En dat we die ook online zullen zetten, zodat ook andere leden van de NRK de uitleg van Cornelis en de vragen die beantwoord zijn kunnen meekrijgen. En op die manier hopen we dat we als rubber- en kunststofbedrijven goed voorbereid de periode van de omgevingswet ingaan. Voor nu allemaal hartelijk dank. Deze webinar in tijden van corona. Ik wens u een hele fijne dag en wens u blijf gezond. Tot ziens. Tot ziens.